welkom bij een gloednieuwe aflevering van een gloednieuwe serie op Wolfgaming, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Vandaag gaan we ons verdiepen in de peashooter, oftewel de peulenschieter. Let's do this! Eerst gaan we kijken naar de basis van de peulenschieter. Hij doet 10 splash damage, dus dat betekent dat je niet direct de zombie raakt, maar wel de grond bijvoorbeeld naast hem. En de peulenschieter kan 25 tot 35 damage doen als je hem wel direct raakt. We gaan nu kijken naar de allereerste ability slash talent van de peulenschieter, de Chili Bean Bomb. De Chili Bean Bomb doet een korte tijd om te ontploffen, maar hij doet 175 gebiedsschade. De andere ability slash talent die je kunt unlocken door stickerpacks is de Sombrero Bean Bomb. Deze Sombrero Bean Bomb doet langer voordat hij gaat ontploffen, maar als hij eenmaal ontploft doet hij maar liefst maximaal 225 schade. We gaan nu kijken naar de tweede talent slash ability van de peulenschieter, de Pea Gatling. Als je een zombie recht op zijn hoofd raakt, kan hij tot en met 12 damage doen. Als je een zombie op zijn lichaam raakt, kan hij er maar 9 doen. De tweede versie van de Pea Gatling is de Retro Gatling. Deze kun je ook unlocken via stickerpacks. Deze heeft 50 ammo, langzamer schieten, maakt veel meer damage zoals je kan zien. Op zijn lichaam doet hij 14 damage, op zijn hoofd kan hij er 16 doen. De derde ability van de peulenschieter is de Hyper. Als je de Hyper gebruikt, kun je veel sneller lopen en kun je ook veel hoger springen. Zo kun je dus veel gemakkelijker naar moeilijke plekken gaan waar je normaal niet zo makkelijk kan komen. De andere derde ability die je ook kunt unlocken in stickerpacks heet de Super Pea Jump. Als je deze gebruikt kun je nog hoger springen dan je bij Hyper kunt. En dus helemaal hoger dan normaal. Hierdoor kun je nog hogere en specialere plekken gebruiken dan anders. Maar, zoals je kan zien, je kan dus niet snel lopen. Dus alleen maar hoger springen. Nu we de basis een beetje van de peulenschieter onder de knie hebben, gaan we hem uitproberen in echte multiplayer battles om het wat te verduidelijken. We zijn aangekomen in een Herbal Assault map. De doelstelling van Herbal Assault is dat de plantjes de grafstenen van de zombies proberen te verslaan en zo de wereld proberen te beschermen. Maar voordat we dat gaan doen, kunnen we eerst nog onze peulenschieter mooi maken. Die ziet er wel leuk uit. Googly Eyes. Cold Money Pea. En als tattoo. Face. Die ziet er best wel grappig uit. Abilities. Sombrero Beam Bomb. Niet meer schade. Vind ik wel fijn. Een Pea Gatling, omdat hij sneller schiet. En Hyper, zodat je toch sneller kan rennen, omdat je al eerder bij de grafstenen kan komen. Casters laten we wel even zo. En characters upgrades hebben we nog niet. Zoals je bovenin het scherm kan zien, staan links de plantjes en rechts de zombies. De groene balk betekent hoe ver de plantjes al de grafstenen neer hebben gehaald. Als de groene balk helemaal vol is, dan kunnen we naar de volgende basis toe en kunnen we die ook overnemen. Als we binnen de tijdslimiet niet de grafsteen overnemen, dan is het spel afgelopen en gaan we naar een volgende spel. Zoals je net kon zien, was er een rare groene cirkel om het grafsteentje. Dat betekent dus dat ik midden in de cirkel was en dat ik de grafsteen aan het overnemen was. Als je buiten de cirkel gaat stappen, dan neemt hij niet meer over. Dus zorg er altijd voor dat je binnen in de cirkel staat. Elke keer als je iemand uitschakelt, krijg je XP. Bij een hele hoop XP ga je level up. Als je level 10 hebt bereikt met je poppetje, kun je in je thuisbasis je poppetje upgraden. Als je je poppetje in je thuisbasis upgrade, krijg je maar liefst 20.000 coins.
Als je 20.000 met die 20.000 coins kun je weer nieuwe character upgrades kopen en ook nieuwe sticker packs. Uit dit hoopje, met die schop, dan kun je plantjes summelen. In stickerpacks heb je kans dat je plantjes krijgt die je kan helpen tijdens het overnemen van de grafstenen. Dus als je een plek ziet met een schop, loop er dan heen en summel een plantje. Dude of Doom 100. We hebben hem bijna overgenomen. We hebben nog 3 minuten 15 de tijd, dus ik denk dat we het wel halen. Yes. Capture the Drone Factory. De Drone Factory is dus de volgende plek die we moeten overnemen in deze map. Stom vogeltje. Oh, shit, ik ben aan het dansen. Nee. Stom discobal. Oké. Oh, beter mikken. Kijk of ik een zonnebloem kan vinden. Die kan me weer healen. Niet zo eentje. Oh, Mac. Level 5. Health Regeneration Delay Upgrade. Ik heb net als een man dat ik level 5 ben geworden, heb ik een nieuwe upgrade gekregen. Als ik mijn character nou ga veranderen, kan ik bij Character Upgrades de Health Regeneration Delay Upgrade instellen. Nu duurt het dus minder lang voordat ik mijn health terugkrijg, als ik niet meer raak word door schade en door vervallen volters en zombies. Hoppa, weer een. Kom hier, scientist.
hele hoop imps. Nee! Alex Troll! Waar ik zojuist doorheen was gegaan, was een teleporter van de Roos. Een Roos kan dus een teleporter opbouwen, zodat de plantjes sneller bij de basis kunnen komen. Oeh, bijna. Oh, bijna! Twintig seconden, snel! Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, sneller, sneller, sneller. 12 seconden, 11 seconden. Hup, bom erin, bom erin. Verloren. Drie, drie. En we hebben 12.999 coins. Oké, we zijn bij de volgende Herbal Assault map aangekomen. Moon BC. Deze map is het best wel typerend, want je hebt geen gravity bij sommige stukken. Dus dat betekent dat je heel gewichtloos bent en dat je heel hoog kan vliegen. Z-Darky. Ziet er ook wel heel grappig uit. Nee! Oh! Shit. Oh, ik dacht dat die shrimp mij had. Ziet er best wel gaaf uit. Aarde. Hier zijn we. Hebbes. Oh, en ik heb ook nog eens een quest gecomplete. Daar krijg ik 3 sterren voor. Met die sterren kun je dus of een vis voeren in je tuin. En dan krijg je 500 XP voor, waardoor je level dus, waardoor je character dus snel level up gaat. Of je kan de sterren gebruiken voor kisten. En die kisten die geven allemaal speciale dingetjes zoals munten, hoedjes, etc. Bijna level 6. Die raakt mij. Nee.
goed zo. Wegblijven. Level 6. Mooi. Ik moet ook eens even de baas gaan overnemen. 3,5 of 2,5 minuut. Oh. Dat was kort. Gaan doen naar boven. Waar komt er vandaan? Nee! Och, naast me! Allemaal centjes aan mijn handen. Centjes, centjes. Vijf mensen meer, holy shit. De Rose heeft de teleport gebouwd, mooi. Engineer, waar is die? Daar, voor mij zit hem deze. En daar ook. Nee! Net voordat hij zijn CPG kon afvuren. Hier komen hij. Hebben ze. Oh nee, shit. Dan ben ik zelf ook dood. Ik hoor een zoomer. Voor mij is het bijna afgelopen. Nee, 2 seconden. Er zit iemand in. Overtime. Kom op, snel, 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 snel. Nee. GG. Maar toch, 6809 muntjes. En ik zie jullie weer in de volgende game. We zijn nu in de map Great White North. Alleen nu is het omgedraaid. Nu moeten de planten het tuintje defenden en moeten de zombies het overnemen. Als de zombies het niet lukt binnen de bepaalde tijdslimiet, dan hebben wij gewonnen en stopt het spel gelijk. Lukt het de zombies wel, dan zijn er meerdere basissen en als ze helemaal tot het einde alle basissen veroveren, dan hebben hun gewonnen. Iemand neemt onze baas over. Hebbes. Nee! Oh, dat was een imp van de All-Star. Kom op, maak hem dood. Nee, 3-1, nee, nee, nee. Oh.
Nu moeten we Town Center weer defenden. Misschien kan ik nog wel iemand. Hoppa, dat is één. Die moet nou heel laag zijn. Yes, hebben. En zij hebben mij ook. Scientist daar. Dat is flauw. Hoppla. Oh, dit is de teleporter van hun. Weg ermee, weg ermee. Zo. Nee, nee. Oh. Hij heeft me met een ZBG. Kom op, revenge. Oh, wacht even, deze niet. Oh, twee mensen nemen onze baas over. Nee, weg, weg, weg. Hup. Weg, 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 weg. Hebbes. Nee! Close up. En dan moeten we de volgende weer defenden. De hockey rink. Als ik nou hier bovenop weer sta, als het lukt tenminste. Oh, in één van de kunnen ze me niet raken. Ah, wat? Sneeuwbal! Holy shit. Nee! Ja! Nou, tegelijk. Agressief spelen, want oh nee, zitten er alweer twee in onze basis. Snel, dood, bom. Level 7. Holy shit, hele grote Mac, ook dood. 6 health, 6 health. En dood. Ah, ik sta eerste.
Ik kom je helpen, zonnebloem. Oh, geluid. Oh, scientist. Daar. Nee! Weg hem, kan. Yes! Bom! Oh, te laat! Nee! Ze nemen onze baas weer over! Kom op, dood met die mensen. Of dood met die zombies natuurlijk. Hup, hup, hup. Nee! Nee, niet overnemen, niet overnemen! Oh, te laat! Zo, die chomper heeft in ieder geval. Kom maar vanaf daar. Waar de trots. Zit hier ergens een teleporter van de ingenieur in de buurt? Ja, daar. En gaan we ons daar mooi verstoppen. Ze wil niet echt komen. Wacht, daar. Nee, mis. Herladen, herladen. Hems. Lekker tante erboven. Ja. Oh, nog één, scientist, scientist. Nee. Weg, weg. Oh, te laat. Wow, je ziet mijn nek niet meer. Creepy. Ik had ineens niet in de gaten dat ze onze baas al over aannemen waren. Nee, nee. Jeez, kom op van overal. Nee! Ik zag geen eerste meer. Huh? Weer die scientist? Nee! Kom op. Geen fight. Zo. Kom op. Nee. De achterin. Nee, nee! Ik kan je niet zien. Ik wil hem niet bij. Heeft hij goed gedaan? Het is close. Zombies hebben bijna onze basis overgenomen, maar het is nog maar een minuut en 40 seconden ongeveer. Dan ga ik heel vaak dood. En dan nog missen. Toch een assist.
wel gezet. Seconden. En hier ben ik dood. Oh, weer door Marx. En hij is ook dood, mooi. Oh. 30 seconden. Nu komen ze daar allemaal tegelijk op af. Zelfs met Max. Kom op! Level 8. 3, 2, 1. Yes, gewonnen! En een quest complete. 3 keer Turf Takeover gespeeld. En de planten hebben gewonnen. Mooi. 20.549 points. En ik zie jullie dadelijk in de laatste game. En we zijn aanbeland in de laatste game van vandaag. Nog een keer Moonbase C. En we moeten weer capturen. Of ik ga nou meteen naar de grafsteen toe. Of ik kan misschien de Roos proberen te helpen met de teleporter. Ik denk de Roos helpen met de teleporter. Oh, super brains. Bom bovenop. En hebben. En hebben we haar reviven. Gross. En dan hebben we de volgende super brains alweer. En die is ook dood. Scientist, weg. En die is ook dood. Dood, 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 dood. En nu de basis overnemen. En we hebben de basis al. Hier binnen hebben we geen... Hebben we wel weer zwaartekracht. Lijkt me wat ik geen damage doet. Ik ben nu zo slecht aan het schieten.
wel een player vanquish. Teleport. Chaos. Zo, er waren een hele hoop vanquishes. Level 9 op! Kom op, ik wil deze aflevering nog level 10 halen. Door de teleporter. Hop. Mech Vanquish. Is er iemand? Oh, daar. Oh, wacht je zang te steen. Hebben we nou wel zwaartekracht of niet hier? Volgens mij niet. Nee. Kijken, plantje spannen. Deze. En revive als gaat. Zo. En hem gevanquished. Oh, weg. Holy shit. Maar zit er een scientist naast me, hè? Nee, daarachter schiet er één. Oh, en ik heb hem! Tweeënhalve minuut. Ja, gaat niet zo lekker. Alhoewel, nou ja, dan neemt er eentje over. Come on! Nee. Zo.
allemaal imps. Er is weer één. En zo. Ik ben de eerste. En terwijl er nog zoveel andere varianten bestaan van de peulenschieter, bijvoorbeeld de vuurpeulenschieter, de ijspeulenschieter, is deze peulenschieter ook best wel goed, want kijk, ik ben gewoon de eerste. Anderhalf minuut. Nou, hij staat goed schieten. Nee, ik ben een engineer. Wow, die had een gaaf hoed. Nog een minuut. Vrees dat ik niet ga halen. Allebei elkaar gekillt. Zo, die vankers gaan goed. Ja, level 10. Voordeel van level 10 is, ik kan straks mijn character upgraden. Dan krijg ik 20.000 coins. En dan krijg ik een mooiere template. Maar het nadeel is, ik krijg nou in principe geen XP meer, ik krijg geen XP meer erbij. Terwijl ik wel XP moet krijgen. Omdat ik max level ben. En nog 5 seconden. Nee, ik zit erin. Kom op. We kunnen het. Nee! En dat was het laatste potje. Hopelijk vonden jullie deze aflevering super tof. Laat een like achter, comment, abonneer voor meer. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer terug. Later.